Het is even wat later. Ik heb pleister op mijn navel, want hij is gescheurd. Maar ik ben aan het eten met Joe en Charm. We hebben hier een discussie of ik hier al vaker ben geweest met Charmanna. Precies wat voor toetjes zijn. Ja, maar ik ben hier niet met jou geweest. Echt. Nee, ik ben hier één keer eerder geweest en dat was met Joe ook. Voor de rest echt nooit. Echt niet. Maar dus, we hebben ons voorafje al gehad. En het toetje komt er zo. De chocolate dream komt er zo aan. En het hoofdgerecht komt er zo aan. En ik deel samen met Char een pasta en een pizza. Heerlijk. Nou, moeten we nog afwachten, maar ik denk dat het heerlijk is. Doe je niet aan, be real. Ben je daar te oud voor? Ja. Ja. Lekker eten. Chop chop. Kijk, zie je wat ze zegt? Oh, ik ben volwassen geworden. Be real met mijn camera, dat is ook echt, ja, gewoon een nieuwe technologie. Zo jongens, nee, zie ik kapot. Oh nee. Wij hebben net gegeten, het was echt super gezellig en echt heerlijk gegeten. En nu zijn, ja, Char en ik nog even Char de banden aan het oppompen. Oh, het is gratis, of niet? Ja, het is gratis. Oh, hier staat gratis. Even Char de banden oppompen, want ja, dat moest gedaan worden. Ze vroeg of iemand mee wou. Maar ja, het is natuurlijk best spannend in je eentje ergens bij een parkeerplaats in de avond. Dus ik ben nog even mee, maar het is echt super koud. Het is 10 uur, om 10 uur ging het dicht. En we zijn echt net weg. Het was echt super gezellig, lekker veel gekletst. Dus ja, helemaal mooi. Ja? Wat wordt opgezocht gewoon? Wat wordt opgezocht? Gewoon, oh, hoeveel je moet. Bij... Oh, je moet je kenteken voeren, dan kan je dus zien hoeveel bandenspanning jouw banden nodig heeft. Ja, fucking chill. Lekker meid. Hoogste besparing, altijd. Nou, gaan we het Fiatje Panda even goede banden pompen. Zo, het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen foto's maken met Noah. Bel en Noah hadden vandaag op de planning staan om foto's te maken. En ik zou dan meegaan, maar Bel die is ziek. Dus die kon niet. Dus ik ga wel nog met Noah. Dus die kon mij zo ophalen, want die had toevallig ook hier in de buurt een afspraak. Dus dat kwam gewoon top uit. Dus ik heb hem nu klaargemaakt. Ik ben niet helemaal tevreden over mijn haar. Ik weet niet zo goed wat ik moet vinden. En ook de oorbellen hierbij zo. Maar we gaan het gewoon doen, jongens. Ik heb dit pakje weer aan van Lovies. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Trouwens, dan moet je moet echt voor kortingscode moet je gewoon mijn Insta in de gaten houden. Want vaak als ik het in mijn vlog zeg, dan is hij al niet meer geldig wanneer mijn vlog online komt of zo. Omdat dan natuurlijk een week, een week tussen mijn vlog zeg maar zit. Dus ja, altijd mijn Insta in de gaten houden voor kortingscodes. Zo. Gaat goed. Ik heb nu alle spullen gepakt. Ik heb nog 2-3 andere outfits mee. Even kijken wat, wat leuk is. En hoeveel foto's we gaan maken qua tijd. En of het leuk is of zo. En ik ga nu even mijn schoenen en alles aandoen. Zodat als Noah er is, dat ik gelijk klaar sta. En dan we gelijk kunnen gaan. Dus ik neem jullie of course mee. Oh ja, en jongens, iets heel tragisch is gebeurd. Namelijk, mijn nagel was afgebroken. Kijk! Hij zat wel echt, zeg maar, er zat een scheur in. Dus hij zat altijd te wiebelen en ik pakte net iets op en hij ging er zo vanaf. Dus nu heb ik een stompje. Maar ja, is niks aan te doen. Hij moet gewoon weer aangroeien. Dus ik ga hem binnenkort mijn nagels laten doen. En dan wordt het allemaal weer vast weer aangegroeid. Dus als dat het ergste is in mijn leven, heb ik niks te klagen. I know, dus ik hou er ook over op. Is het nou, waar? Wij zijn bij de rij. Ik weet het niet. Je weet het niet. Hij is wel korter, maar... Maar anders doe je dat... Ja, het kan wel hoor. Ja, het is wel kort, maar... Voor de foto maar ik vind, denk ik, dit gewoon leuker. Ja, dat kan. Doe je met een blazer of niet? Nou, ja, dat kan niet echt, want het gaat om de achterkant. Oh, ja. Maar dat is wel leuk. Fuck my life. Het is wel heel koud dan. We zijn dus bij de rij foto's aan het maken. En we hebben ons tweede outfitje aan. En ik heb deze broek even Lovies. En ik heb dit shirt aan van Super Rich Kids. En we gaan even een leuk fotootje maken. Maar het is best wel fris. Zeg dan te koud. Ja, maar ja, weet je. Influencer life. Echt zo hard werken, niet normaal. Echt niet normaal. Zo kut. Ja. Dus we gaan nu even naar de tweede locatie. Wel hier ook bij de rijgarage gewoon, want je hebt hier heel veel dingetjes. Om nog even fotootjes te schieten. Ik neem hem wel mee. Ik hoop dat ik het leuk vind. Noah heeft dus een nieuwe telefoon en die camera is echt perfect. Dus we doen het lekker met Noah de telefoon. Zie je dan wel weer. Oké, jongens. Ik ga stuk. Kijk, ik heb dus een ringlamp mee. Ah, dus vandaar de belichting. Maar we hebben nu al 2 foto's erop zitten. En voor de derde ga ik even mijn haar in een strakke staart doen. Want ik heb dus letterlijk gel meegenomen. En een borstel. Zodat ik dat kan doen. Want ja, mijn haar is op een gegeven moment ook niet meer leuk. En dan heb je toch zo een beetje ander zicht. Jou? Die ringlamp. Alleen het is hier is het even
echt zo van onder. Dat hij echt zo. Oké, even kijken. Gaan we Joe op mijn hand smeren? Deze auto is ook echt een hele make-up car geworden, letterlijk. Met allemaal spullen. Oh, ik zit echt letterlijk voor jullie. Oké, even kijken. Oké. Oei. Ik ga stippen niet. Ja, dit wel helemaal. Gewoon onze haar even. Oké, wacht even. Ik zit echt alles hier te knippen. Dit broodje moet ik even. Dit is jouw sjaal. Voordat je kwijt legt bij jou. Oké, dit is mijn volgende auto. Die ga ik hier neerleggen. Oh ja, dat is wel handig. Dan weet ik gewoon van de strappen Apollo. Ik heb helemaal kippenvel. Kijk mijn benen. Zou ik de verwarming even aanzetten? Oh nee hoor. Maar ik heb het helemaal niet koud nu. Naar mij iedereen. Oh. Maar... Ja, ik heb het ook eens niet meer. Maar mijn benen dachten er anders over. Oké, ik moet wel nog heel veel borsten en zo. Het is gewoon echt slecht licht natuurlijk. Nou, dat helpt misschien niet heel veel. Maar op zich wel premium. Het is gewoon even gel in en pakken door. Waar laat ik nou weer mijn telefoon? Hier, op die stoel. Ja. Thanks. Oké, moet je die gel hebben? Borstel? Ja. Maar ik zit eens te denken, ja, dat vind ik op zich ook wel leuk voor die andere outfit. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk bij allemaal. Ik moet plassen, dat is heel goed. Dit is niet fijn. Ja, dat heb je hier niet, meid. Misschien bij Apollo iets in de buurt zo. Ja. Maar hou je liever je plas op of ga je liever ergens random plassen? Ik denk dat ik het liever ophoud. Ja, ik kan het ook heel goed ophouden. Leuk gesprek onderwerp. Ja, nice. Ja. Hou jij liever je plas op of... dit wil ik echt ook echt voor mijn vlogje. Dit is echt heel grappig. Want, wil je dit? Nee, ik ga dit Apollo filmen. Dit is toch echt wat? Het is ook wel echt een hele setup. Ja, echt. Gewoon een hele setup is het. Ik kan dus niet zien of mijn haar zo leuk vindt, maar hier heb je deze troep. Oh ja, wacht. Kom eens hierheen. Ik ga stuk. Ik loop hier dus even te zoeken. Ja, mensen die hier waarschijnlijk werken, die echt denken van wat de fuck doen jullie hier? Hallo, het is vandaag vrijdag en ik heb, twee dagen weer niks gefilmd, de woensdag en donderdag, aangezien ik werk dan eigenlijk de hele dag, want ik begin 's ochtends vroeg tot begin middag een beetje en dan einde middag tot 's avonds werk ik weer, dus dan heb ik nooit zoveel in die tussentijd te doen, dus vaak film ik dan niet, dat zal nu wat vaker voorkomen, omdat ik nu die dagen dus vast zo werk. Maar dat even terzijde. Het is vandaag dus vrijdag. En vandaag dacht ik, neem jullie weer mee. Ik heb vanochtend weer gewerkt. Heb ik dus niet gefilmd. En nu ben ik thuis al een tijdje. En heb ik een beetje mijn kamer opgeruimd. En ben ik bezig met mijn koffer inpakken. Want ik vlieg morgen naar Londen met Charlie voor één nachtje. We gaan namelijk daar iemand verrassen. Echt super veel zin in. Helemaal leuk. Maar alles daarover vertel ik in de volgende video. Want ik wil daar graag een aparte video voor maken. Dat leek me wel leuk. Maar ik dacht, ik neem jullie in deze video wel nog even mee bij het inpakken van mijn koffer. Hier heb ik spullen liggen en hier mijn koffer. Deze vlog zal namelijk wat korter worden, denk ik. Dus ik neem jullie wel nog in dit gedeelte mee. Maar voor als je echt wil zien hoe het is in Londen en alles, moet je toch even mijn volgende vlog kijken. Ik heb dus wel allemaal items hier klaargelegd, gewoon setjes gemaakt. In Londen is het net zo weer als hier, gewoon koud, regen, slecht weer. Dus het zijn gewoon lange broeken en truien, dus verder niks bijzonders. Maar ik neem jullie erin mee. Dan voor als ik daar aankom wil ik natuurlijk wel even omkleden in een ander outfitje dan een joggingpak. Dus heb ik deze trui mee van Lovie. Want ik wil een grijze trui aangezien ik deze schoenen meeneem. En in deze ga ik ook vliegen. Dus ja, dat is grijs. Dus ik dacht, nou ja, een grijze trui. Dus dat is de trui voor de eerste dag. En met een leren broek. Dit is een leren straight leg broek. Die is gewoon super chill. En gewoon leuk, weet je. Wel voor die avond als we het eten gaan eventueel nog een ander topje mee. Met een andere broek. Misschien doe ik wel gewoon, hou ik het aan of weet ik veel wat. Of hou ik een van die broeken aan. Maar ik denk ik neem het gewoon lekker mee. Dat is een pantalon met zo'n bovenkant.
En dan heb ik dit topje van de Zara. Deze is super oud. Ik ging namelijk laatst op de Eihallen staan. Zoals jullie misschien wel hebben gezien. Zo niet, moet je even de vorige vlog kijken. En op de Eihallen ging ik kleding van mezelf verkopen. Maar ook wat van Charlie. En toen kwam ik deze daarin tegen. Toen dacht ik, oh, die vind ik eigenlijk nog best wel leuk. Die heb ik al een paar keer aangehad. En toen hoefde ik hem ook niet meer. Toen wel weer en bla bla. Maar ik dacht, ik ga het toch nog een keer proberen. Want het is toch een leuk topje. Het is gewoon een topje. Het is wel een beetje buik met lange mouwen. En dan streef je erin. Dus niks bijzonders. Maar er zit dus een hele lange lus aan. Ja, die je om je middel heen kan knopen als het ware. Dus ik dacht, nou, dat is op zich wel cute. Want ik wil ook niet te overdreven, zeg maar, voor uit eten of wat dan ook. Want ja, het is waarschijnlijk gewoon koud. Dus ik heb geen zin om in een bloot topje daarheen te gaan. Als het zo koud is. Dus dat eventueel voor de avond. En dan de volgende dag hebben we nog een dagje daar. En gaan we denk ik gewoon een beetje, ja, dingen zien, dingen doen. Veel lopen ook. Dus ook gewoon een simpele outfit. Namelijk een spijkerbroek. Gewoon een straight leg broek van de Bershka. Die zit super chill. Met daarbij een zipper hoodie. Nee, zipper trui. Met een zipper. Gewoon, ja, een rits. En deze heb ik ook weer van de Eihallen. Want Charmaine en ik gingen samen op de Eihallen staan. En deze lag tussen haar spullen. En we hebben wat spulletjes geruild wat we van elkaar leuk vonden. Dus die. En dan, oh ja, heb ik hier alleen nog even een extra shirtje liggen voor. Ja, draag ik altijd onder truien. En een kooltruitje voor als het koud is. Vind ik dat toch altijd lekker dat je nek bedekt is. Dus ik denk, neem het gewoon mee. Want ja, ik heb toch ruimte zat in de koffer. En dan voor de tweede dag heb ik ook extra schoenen. Die had ik hier al ingelegd. Die heb ik even in een tasje gedaan. Maar dat zijn deze New Balance schoenen. Je ziet het er wel een beetje doorheen. Maar die doe ik even in een tasje. Omdat, ja, er ook ondergoed en zo naast ligt. Dus dan vind ik dat wel zo fris. Dus aan de andere kant heb ik al ondergoed dat ik al klaargelegd. En sokken. En dit petje neem ik ook mee. Want ja, ik dacht, wie weet is het leuk. Dus ik denk dat dat dan een beetje de koffer wordt. En natuurlijk doe ik ook genoeg met toilettas mee. Maar dat staat ook altijd klaar. Kan ik er zo in gooien. En verder, ja, mijn knuffel. Maar dat zit ook een beetje, denk ik. Dus ja. Dat was mijn koffer. Ik heb misschien nog wel wat dingetjes wat ik er later in ga gooien. Waarvan ik nu niet aan heb gedacht. Maar dat komt wel. Ja, dit is mijn koffer. Ja, dit is mijn koffer. Hij is ready to go, almost, denk ik. Verder vandaag komen Mats en Kelly vanavond hier eten. En gaan we een gezellige serie verder kijken die we vorige week begonnen zijn. Ja, die hebben we allebei nog niet echt verder gekeken. Dus die gaan we samen lekker verder kijken. En dan morgen vroeg op, want morgenochtend vliegen we. Dus ik neem jullie vandaag nog even gezellig mee. Ja, ik heb helemaal niks gefilmd. En nu gaan deze chappies alweer weg. We hebben lekker serietje gekeken. Amper wat kunnen verstaan, dat iedereen er doorheen lult. Maar het is wel leuk. Is hij gebroken? De bottle flip. Nee. Is de bottle flip. De eend ligt om. De eend ligt om. Oepsie. Ja, ik verschoof het blad even op zijn plek. Ik wil dit om. Dit wordt zo te staan. Wacht. Kijk, dit stond zo. Maar ja, ik trok aan de dingen. Toen ging het mis. Maar hij staat weer. Doe voor greedy, Mats. Eén keer. Doe even, Mats. Doe even. Nee. Doe even, Mees. Kelly, doe even. Kelly, doe even. Oké. Doe jij eens, Kelly? Ik kan dat niet, meestal. Lois, doe jij dan? Maar oefen het even. Ja, één keer oefenen, één keer. Die moet jij het voordoen. Nee, ik kan het niet. Ik kan het heel goed. Die chappies gaan weg. Het is nu 11:30 en ik heb om 6:30 ongeveer mijn wekker, denk ik. Ik kom wel terug. Super lit. Het is vandaag zaterdag en ik ben op Schiphol met Charlie de Pauly. Maar dat gaan jullie in de volgende week vlog zien. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. En oh, Charlie ziet massage stoelen. Dit gaat mis. Je kan er helemaal liggen in zulke concons. Je kan je nagels laten doen. Ik heb ze net gedaan, daar niet van, dus is niet nodig. Maar oké. Okay. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Dus ja, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je de Londen vlog niet zal missen. Hij gaat zo helemaal door.